Het is februari en dat betekent wandelmaand bij Scheltema. Vandaag neemt Rutger Burgers ons mee in de wereld van trage tochten in Groot-Amsterdam. Wandelingen over onverharde paden, mooie plekken en omgevingen waar zelfs de Amsterdammer door wordt verrast. Dit is een boekje wat ik net heb gemaakt. Het is in december verschenen. Het is een wandelgids voor wandelen in Groot-Amsterdam met 15 trage tochten. Juist dat vinden we leuk, om met een trage tocht juist de verrassende paadjes te kiezen. Als zodanig proberen we dat in een route aaneen te smeden tot een mooie wandeling met voldoende variatie. Dat is ook heel belangrijk in een trage tocht. Kijk, ik denk dat deze mensen die lopen een trage tocht. Ja, ja. Een trage tocht. Uit dit boekje. Ja. Ja. Ja, uit dat boekje, maar ik weet niet meer wel wat het is. Nou. Ik heb de route gemaakt. Ja. Oh, ja. Zou het graag zo. Ja. Helaas. Ja. Wij doen niet anders dan trage tochten. Kijk aan, nou hartstikke leuk. Ja. Een boekje hebben we, ja. Ja. Ja, ja, ja. Wij doen heel veel trage tochten door heel Nederland. Ja. En het ja. is fantastisch. Nou, leuk. Alleen in Amsterdam of nee, door heel Nederland? Heel Nederland. Ja. Ja, er zijn nu 565 trage tochten in Nederland al, dus keus genoeg. Lekker, ja. De laatste tijd kom ik inderdaad steeds vaker mensen tegen die routes lopen, dus dat is wel leuk. Ja, ja. Ja, ook doordat het boekje net uit is. Het zijn echt bijna een hele serie, dus Aha. Er heel veel gebruik van, ja. Absoluut. Ja. Ja, want wij wonen in Amsterdam, we hebben al 3 stadstochten gedaan van de tochten. En dan kom je op plekken die we helemaal niet kennen. En ik ben hier geboren, hè? Ik ben 66. Dat kan je nagaan. Dat is nou een van de redenen waarom ik het doe ook. Ja, hè? Ja, dat, ja. Dat je mensen plekjes kunt laten zien die verrassend zijn. En die, ook al woon je hier. Ja, ook al woon je hier. Ja, ja. Ah, okay. Wandel ze. Veel plezier. Hoe voelt dat? Ja, dit is... Ja, hier doe je het voor, hè? Dat is hartstikke leuk. Gewoon, en die mensen verwoorden ook precies wat ik belangrijk vind aan het maken van zo'n trage tocht. Namelijk mensen verrassen met plekjes, onbekende plekjes. Ook al wonen ze al lang in Amsterdam, dat je toch nog mensen kunt verrassen. Ja, dat vind ik heel leuk. Dus ja, leuk dat we zo'n mensen dan tegenkomen. Ja. Hoe voelt het voor jou als je plekken ontdekt waar eigenlijk nog nooit iemand is geweest? Ja, dat is heel speciaal. Dat is een van de dingen waarom ik het doe. Het ontwikkelen van nieuwe toegankelijkheid, het overleggen met een boer bijvoorbeeld om over zijn land te wandelen. Hè, dat heb ik pas nog bij Wognum voor mekaar gekregen, dat je daar over het boerenland mag lopen. En als je daar dan de eerste keer komt, ja, dat is gewoon kicken. Ja. Ja. Op al die stadstochten ben ik best trots, maar deze, die Amsterdam Raai, vind ik zelf een hele fraai. Ja, dat is het fijne van stadse tochten. Er is altijd wel openbaar vervoer in de buurt, dus je kunt zo'n route altijd inkorten. En dan kun je ook weer makkelijk naar je beginpunt, stel je hebt daar je auto geparkeerd, kun je makkelijk naar het beginpunt. Dit vind ik echt een toproute. Hij staat in mijn persoonlijke top 10. Omdat die zo gevarieerd is. Iedere keer ben je weer verbaasd van, oh, ik ben nu hier het is continu anders. Dat maakt deze route zo leuk. Het leuke van die trage tochten is dat als je zo'n route maakt, je kunt daar helemaal als routemaker jezelf instoppen. Het is altijd eerst een keer verkennen. Sowieso ook het onderzoeken op de kaart. Het goed kunnen lezen van de kaart is heel belangrijk voor het maken van een goede wandelroute. Precies die paden uitkiezen die jij belangrijk vindt in een route. En dat is bepalend voor de kwaliteit van zo'n route. Het wandelen vult mijn leven. Ik krijg er zo'n kick van. Ja. Ik word er altijd heel blij van als ik buiten ben en mezelf kan laten verrassen door de dingen die ik zie onderweg. Dat gun ik iedereen.